Goeiedag, welkom bij Studio Vlaams Parlement. Het gaat er meteen stevig aan toe hier in de plenaire. De regering heeft nog maar net de eed afgelegd over is al een groot politiek incident. Wat is de context? Jan Jambon die zei 2 dagen geleden dat hij nog geen begrotingscijfers heeft. De oppositie vraagt daarom. Maar gisteravond was ik op een etentje van de opiniewebsite Doorbraak. Jan Jambon kwam daar spreken als nieuwe minister-president. En daar zegt hij dat hij wel begrotingstabellen heeft, dat die op zijn kabinet liggen, maar dat hij niet geneigd is om die te geven wanneer oppositie daarom vraagt. Ja, dat is een politiek bommetje. Bij ons, die oppositie, Koen Rousseau van SPA, goedemiddag. Hallo. Ja, de nieuwe fractieleider van de partij. Jullie wachten op die cijfers. Jullie vragen erom 2 dagen geleden. Dat is maar normaal ook. Krijgen ze niet. En gisteravond hoor je dat die er wel zijn. Ze houden ze tegen om jullie te jennen. Hoe kwam dat binnen? Wel, om eerlijk te zijn, ik lag al in mijn bed, maar ik was op slag terug wakker. Het is een slag in het gezicht van het parlement, maar ook van alle Vlamingen. We hebben van de week al verschillende zaken gehoord. De woonbonus wordt afgeschaft, dus mensen gaan meer betalen, meer belastingen betalen op een woning. Er worden weer beloftes gemaakt over het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg bijvoorbeeld. Maar als daar geen cijfers tegenover staan, dan blijven dat holle woorden. En dus, momenteel is de regering aan het debatteren met zichzelf. Ja, maar voor de duidelijkheid, wat is er nu gebeurd? Vandaag zou er het grote debat zijn over die regeerverklaring, de hele dag. Dat is totaal anders uitgedraaid nu. Hè? Wel, we hebben gevraagd, kijk, we willen heel graag debatteren. Een goed en sterk debat is echt nodig om aan die Vlamingen te kunnen tonen wat de regering met hun geld gaat doen. Maar wanneer de regering geen cijfers wil tonen, dan kunnen wij over bijna niets debatteren. En dus wij hadden voorgesteld, geef ons die cijfers maandag en dan debatteren we volgende week over alles. Dan kunnen we jullie ook echt controleren, wat namelijk onze rol is. Onze taak is als parlementslid, ik ben verkozen door de Vlaamse kiezer, om de regering te controleren. Dat is de taak, dat staat in de grondwet. Nu, ze weigeren dat te doen. Ja, en dan heb je 2 opties. Of je blijft zitten, maar de regering die debatteert toch alleen maar met zichzelf, want wij weten niet of wat ze zeggen klopt of niet klopt. Ja, want voor de duidelijkheid, nu in die uitzending, de leden van de meerderheid, jullie hebben het halfrond verlaten, verzamelde oppositie. Nu is die meerderheid met zichzelf aan het debatteren, begrijp ik. Ja, en ik hoor dat er al een beetje oppositie komt vanuit de meerderheid ook. Het zal daar gezellig zijn nu. Maar ja, je kan niet over je heen laten lopen. Wij moeten dat in het belang van de Vlaming een heel duidelijk signaal stellen. Dat deze minister-president zomaar niet op zijn eentje beslist wat hij met het geld van de Vlamingen gaat doen. Daarover beslist een parlement. En willen dat op zijn eentje doen, dan moet hij een dictatuur uitroepen. Maar we zitten nog altijd in een democratie. En dat wil zeggen dat het parlement dat kan controleren. Als zij daarover niet willen aangaan, vind ik dat heel jammer. Ik wil even hun argumentatie aanhalen van de regering, van minister-president Jambon. Ja, die zegt, daar zijn politieke tabellen afgesproken. De meerderheidspartijen kennen die, maar zoals gewoonlijk moet dat eerst langs een administratie gecheckt worden, geverifieerd worden. Pas dan kunnen ze die geven. Zij zeggen dat ze al een extra moeite doen door die cijfers aanstaande dinsdag aan jullie voor te leggen. In andere gevallen zou het een maand kunnen duren, zoals in het verleden. Het is interpretatie van de regel, maar wat is het nu juist? Wel, u was er gisteravond ook bij, toen hij daar op het sponsordineetje van zijn rijke vrienden van Doorbraak gezegd heeft dat hij geen extra moeite ging doen, dat hij net minder moeite ging doen als de oppositie het vraagt. En dat is toch echt wel frappant. Dus het is ook die toon eigenlijk, natuurlijk, bewust. Tot gisteravond gingen we eigenlijk ervan uit dat we vandaag nog eens heel hard gingen vragen achter die cijfers, want wees echt eerlijk. Hoe kun je een deftig debat voeren als je niet weet over welke cijfers we spreken? Je kan alleen maar debatteren als we allemaal evenveel informatie hebben. Maar als we gisteravond horen dat de minister-president, die net verkozen is, zegt ik wil eigenlijk minder moeite doen als de oppositie daarom vraagt, wat eigenlijk de wereld op zijn kop is, ja, dan kunnen wij niet anders dan een duidelijk signaal geven en aan Jan Jambon heel duidelijk maken dat het hier een parlement is en geen dictatuur. Zegt ook iets over de stijl van de nieuwe minister-president. We waren allemaal wat gewend aan Geert Bourgeois, vrij ambtelijk, noblesse. Het gaat er wel wat forser aan toe nu. Hè. Niet alleen wat we gisteravond hoorden tijdens die toespraak, maar ook al in dit parlement, in deze Kamer. Hè. Jambon die gaat er fors tegenaan. Hij gaat er fors tegenaan, maar er fors tegenaan gaan, dat wil ik ook doen. Maar op een positieve, constructieve manier, met respect voor elkaar. Maar hij heeft geen respect voor het parlement, hij heeft geen respect voor de Vlaming. Hij zegt wel dat ze meer belastingen gaan betalen, dat de middenklasse, de werkende klasse, meer belastingen gaat betalen. Hij legt vandaag niet uit wat hij met dat geld gaat doen. Er komen loze beloftes weer over het wegwerken van de wachtlijst in de zorg. Maar wij kunnen vandaag niet controleren of ze daar genoeg middelen voor voorzien. En sterker nog, het zijn wel dezelfde regeringspartijen dan vorige keer. Dat wil ik toch nog even meegeven. Ja, maar je ziet een heel andere toon en stijl. Ja, maar toch, deze partijen hebben tegen de verkiezingen gezegd aan de Vlaming, wij hebben een begroting in evenwicht.
We hebben goed over jullie geld gewaakt. Dat was het. En 2 dagen na de verkiezingen kwam uit dat diezelfde partijen hier een gat van 600 miljoen euro nalaten. Ja, dat zijn die dus cijfers, willen wij cijfers zien om wel te weten wat ze beloven en of ze de waarheid spreken. Want eigenlijk hebben we weinig vertrouwen in die 3 partijen die op 2 dagen tijd een gat geslagen hebben van meer dan 600 miljoen euro. Ja, ze moeten al die cijfers die we kennen op orde brengen. Hè. Dus zeer benieuwd naar dan die begrotingscijfers volgende week, want vandaag zal daar niets meer uitkomen, zo lijkt. Maar u keek ook wel bij uw tussenkomst, u richtte zich ook tot de jonge parlementsleden, nieuwe parlementsleden van de meerderheidspartijen. Wie juist, wat vroeg u aan hen? Wel, ik doe aan politiek om constructief te debatteren, om dingen te kunnen veranderen en oftewel te kunnen controleren of de zaken de goede richting uitgaan. We hebben in de campagne heel wat mensen horen zeggen dat ze die politiek, zoals het hier nu gebeurt, kotsbeu zijn. En dus nu, tot wie richt u zich? En ik heb me nu gericht tot een aantal jonge mensen, nieuwe verkozenen binnen de meerderheidspartij, waar ik een goede band mee heb en dat straffe mensen zijn. En ik voel dat zij het niet kunnen vinden, maar ze mogen dat niet luid op zeggen van hun partij. En dat kan ik nog begrijpen. Maar nu gaat het niet alleen over partijen, nu gaat het over democratie, nu gaat het over het geld van de Vlaming. En daarin moeten we eerlijk zijn. Ik heb een opgeroepen, kijk, ik wil op een andere manier aan politiek doen. Het circus dat we hier vandaag gezien hebben van de regering, dat is echt niet oké. Okay. Dat dus gaat over de manier aan politiek doen, maar ik hoorde ook bij VRT-collega Bart Verhulst dat men binnen de meerderheid, voor de duidelijkheid niet N-VA, maar binnen die meerderheid, dat men daar fluistert in de wandelgangen, ja, dit was grof en lomp van Jan Jambon. Dan denk ik, ja, wegsfeer. Ik denk wegsfeer en ik heb gehoord dat er heel wat jonge nieuwe verkozenen zijn die deze nacht heel slecht geslapen hebben. Of die heel kwaad zijn wakker geworden met de woorden. Misschien is het aan hen om zich dan te roeren natuurlijk. Zij zitten in die meerderheid. Zij zitten nu nog in het parlement en ik heb hen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. En als ze echt aan een andere manier, of op een andere manier, aan politiek willen doen, dat ze dan nu daad bij het woord voegen en dat ze op een andere manier samen met ons op een positieve, constructieve manier aan politiek doen. Hoe gaat dat dan nu verlopen? Want voor wie dit volgt, het is een bijzondere situatie nu. We hadden het lange debat verwacht, klassiek, en dan een vertrouwensstemming. Wat wordt er vandaag nog gestemd? Dat is dan zonder jullie. En komt die regering ermee door? Wel, de regering zal de meerderheid hebben zoals ze die altijd ging hebben. De vraag is natuurlijk, wat ging er veranderen? De regering debatteert nu alleen met zichzelf, maar dat ging in feite ook geweest zijn, moesten we daar zijn blijven zitten. Want wij hebben niet de informatie die zij hebben, ja. Dus ze kunnen toch alleen maar met zichzelf debatteren over de informatie. Maar de vraag was nu voor ons, gaan we over de Vlaming heen laten lopen? Gaan we over de oppositie, over het parlement laten heen lopen? Of gaan we voor één keer een duidelijk signaal geven? En ik vind dat echt beschamend wat er hier vandaag gebeurt. Dat is bij deze. Daarmee kan u ook nu hier zitten. Voilà. En daarom willen we het signaal geven. We willen op een andere manier, een constructieve manier aan politiek doen. Niet per se oppositie tegen meerderheid, maar wij willen wel op zijn minst een beetje respect. Ik wil aan mijn kiezers kunnen uitleggen waarom er bepaalde zaken hier niet gebeuren, waarom er meer belastingen moeten betaald worden en waarom die wachtlijst in de zorg niet zo opgelost worden. Ik ben daarom verkozen en ik heb het recht van de kiezer en van de wetten om de minister-president daarover te ondervragen. En als hij vindt dat het parlement maar moet zwijgen, dan vind ik dat een heel verkeerde keuze. Laatste vraagje. U zit er nu als fractieleider, maar u bent ook nog altijd kandidaat-voorzitter voor uw partij. Wanneer zit hier de SPA-voorzitter Conor Rousseau? Dat zal afhangen van de leden natuurlijk. Op 9 november, is de uitslag bekend. Hoe schat u uw kansen in? Goh, ik durf daar weinig uitspraken over doen. Ik voel wel zeer veel positiviteit. Maar kan u zeggen, ik kan dit winnen? Met wat ik te bieden heb? Met wat ik te bieden heb, kan ik dat zeker winnen. Daar moet je geen zorgen over maken. Ik denk dat ik heel veel mensen, van de basis, van aan de zee tot in Bree, zeg ik altijd, waar ik ben alle afdelingen in Vlaanderen bijna aan het afdoen van SPA, en die hebben echt wel nood aan een electroshock, aan een organisator, aan iemand die goed communiceert, aan iemand die inhoud op een nieuwe manier kan brengen, en iemand die vooral het in groep wil doen, want dat voorzitterschap gaat hier niet over mij, we gaan dat over gedeeld. Er werd u verweten dat u net wat te weinig gestudeerd had op die inhoud, en dat het wat verder moest gaan dan de boodschap alleen dat u kandideert, maar ja, we wachten wat op nieuwe verhalen, nieuwe plannen voor die partij. De nieuwe plannen die liggen op tafel. Dus die staan trouwens ook op mijn website en die kan iedereen, www.conder.be, die kan iedereen raadplegen. Alle plannen zijn daar voorhanden. En natuurlijk, we zitten in politiek, hè, Jan. Natuurlijk ga je kritiek en opmerkingen krijgen. Zo werkt dat hier. Maar ik ga vooral mijn eigen koers varen. Een positief, constructief verhaal voor SPA. Een frisse nieuwe wind. Een beetje meer scherpte, een beetje meer peper en zout erin steken. En vooral het samen doen. Gedaan mijn interne twisten, maar samen aan één zeil trekken. En ik denk dat er heel wat ruimte is voor een positieve, constructieve, socialistische beweging in Vlaanderen. Ja, dank u wel, meneer Rousseau, voor uw eerste gesprek hier bij ons. Dank u wel. En u blijf vooral verder volgen. Als het gaat over peper en zout, dat hebben we al inderdaad vandaag. Nu de eigenaardige situatie waar die meerderheid met zichzelf in gesprek is. Benieuwd hoe dit gaat aflopen vandaag. We gaan nog hier verder over spreken in onze studio straks tijdens de uitzending.